Beste kijkers, vandaag zijn we op bezoek bij bestuur 18. En die is bestuur in de Mariakerk. En vanmorgen ga je in de sacristie opnames maken van de gewaden die ze tijdens de messen gebruiken. We gaan dus de gewaden die in de kerk gebruikt werden erg voorstellen. We beginnen hier met het basisgewaad, zeg maar. Dat heet een albe. Albe betekent gewoon wit in het Latijn. Dus daar komt de achternaam vandaan. Dit draagt de priester, de diaken in de kerk, kunnen ook misdienaars dragen of andere dienaren. Men duidt dit aan en dan bindt men eigenlijk met een touw rond het middel. Dat heet dan een singel. Ik laat die hier even hangen. Een priester of een diaken dragen een stola over die witte albe. Een priester draagt de stola zo. Ja, het ligt een beetje op een sjaal. Wij noemen het een stola. Een diaken draagt de stola over zijn linkerschouder op deze manier. En dat is in de hele katholieke kerk hetzelfde al zo goed als 2000 jaar. Dus iedereen weet, vertrouwd is met het gebeuren, meteen dit is een priester of dit is een diaken. Overigens, voor wie niet weet wat dat is, het priesterschap heeft 3 graden. De laagste graad is diaken, dan heb je de priester. En de priester in volheid, dat is de bisschop. Een pastoor zoals ik is een priester die de verantwoordelijkheid heeft van een bepaalde parochie. We zullen beginnen met de gewaden van de priester. Wacht, moet toch hangelingen. Dit gewaad heet een kasuifel. Het lijkt een beetje evident, maar het heet geen moewe. De gewaden van de diaken, we laten er straks een paar zien, hebben mouwen en heten een dalmatiek. Dit is dus een kasuifel. Dit is uiteraard een groen kasuifel. In principe worden in de katholieke kerk 4 kleuren voor kasuifels gebruikt. Groen, rood, wit en paars. Groen is de meest voorkomende kleur in de natuur. Dat is de kleur die we gebruiken als er niets bijzonders te doen is. Dan hebben we hier een rood kasuifel. Rood is de kleur van vuur. Dat wordt met Pinksteren, doet men een rood kasuifel aan. En op de feesten van martelaren, bijvoorbeeld de apostelen Petrus en Paulus, 29 juni, zijn gestorven omwille van een geloof in Christus. En ja, rood is de kleur van bloed. Rood wordt relatief weinig gebruikt in de loop van een kerkelijk jaar. Maar even. Is de kleur rood nog overal identiek? Nee. Rood is rood, dan mag elke kleur rood gebruiken als je wilt. Dit is donkerrood, dit is een rood wat de meeste kinderen niet direct als rood zullen omschrijven. Dit is een heel ander rood, veel feller. Men is er eigenlijk heel vrij in om die kleur te kiezen. Ik kan ook ter illustratie nog een heel oud kasuifel van 17e eeuw laten kijken, dat ook rood is, wat een heel andere snitheid. Men is, dat is ook wel een beetje aan mode onderhevig soms. Hè. Dus in die tijd heeft het liever wat felle kleuren, of wat langer, of wat breier, of wat smaler. Maar dat is niet wezenlijk. Hè. En het motief wat daar binnenin zit, is dat ook bij elke kasuifel hetzelfde? Nee, dan mag ze ook in maken wat ze wil. Er hoeft ook geen motief in te zitten zelfs. Hè. Man kan dan doen. Hier is het heel effe, hier is het ook wel een versiering. Soms staan hier ook bijvoorbeeld een hoofd van Maria in, of er kan een kruis in staan. Die hebben we dus bij die modernere kasuifers die we hebben, hebben we niet zo kasuifers met figuren in. Het meest hebben we die toevallig wel, maar niet in Aalsloot. Maar daar is iedere parochie is er vrij in te kiezen wat hij wil. Iedereen is er vrij in. Dit is een paars kasuifel. Paars wordt gebruikt bij uitvaarten. Het is de kleur van de rouw. Maar ook de kleur van inkeer en boetedoening, vandaar dat in de adventstijd, wie nu, is de kleur paars. Ook in de vaste tijd is de kleur paars. Dan leert het zich rooien natuurlijk, dat de kleur van het feest, dat is wit. Ik heb hier een wit kasuifel. Er zijn ook veel soorten aan
maten in. En soms op hoogfeesten gebruikt men ook wel eens een goudkleurig kazuifel. Dit is nu geen kazuifel, dit is een koorkap. Kazuifel is niet hier direct te pakken, dat is een opslag vanwege bewaring. We noemen het een gouden kazuifel, daar zit je een gram goud aan. Hè? Maar het is een goudkleurige draad. Een koorkap, wat is dat nu weer? Draai hem even om. Die is aan de voorkant open. Daar draagt de priester of de diaken buiten de eucharistieviering. Een priester draagt het kazuifel alleen in de eucharistieviering. Niet bij een doop, niet als je naar kerk of gaat, niet bij een zegening. Dan draagt men een koorkap. Dit is dan een goudkleurige. Die is ooit aan de parochie geschonken, speciaal voor de sacramentsprocessie. Maar is niet te hard om die te dragen. Het is veel te zwaar, veel te warm. Bij een mis van de overledene, als die klaar en de mis klaar is, dan gaat die terug naar de sacristie. We komen dus met een koorkap terug. Dan is geen eucharistieviering meer, maar gaat nu naar het kerkhof. En dan nemen we een paarse koorkap of een zwarte. Kan ook wel. Al het zwart is een beetje onbruik aan het raken. Vind onder zwarte aan als het slecht weer is, om de paarse te sparen. We zijn begonnen met kazuifels voor de priester. Dit is nu een... Deze heeft duidelijk een moe. Het is een dalmatiek voor een diaken. Een diaken draagt een dalmatiek met de scholaas schuin. In deze manier. Het hoeft niet dezelfde... Toevallig is dit dezelfde versiering enzovoort als de kazuifels van de priester, maar dat hoeft niet. Ja. Het ziet natuurlijk wel mooi uit. Ja, dat is dus gewoon voor de tijd, door het jaar, zoals we het noemen, als er niks bijzonders is. Gewoon. Maar zoals je aangegeven hebt, liggen de kleuren in het katholiek geloof liggen wereldwijd gewoon vast. Ja. Alleen de ontwerpen van de kazuifels, daar is iedereen vrij in. Dus vrij in is ook wel wat evolutie in. Want we hebben een paar hele oude kazuifels die we niet meer aan kunnen doen omdat ze veel te fragiel zijn. Maar die hier dus liggen gewoon vanwege hun historische waarde, financiële waarde. Dit is een kazuifel, dit is 17e eeuws, dit is de voorkant en de achterkant. Meestal is de achterkant meer uitgewerkt dan de voorkant, omdat men een tijdje te mes met de rug naar het volk deed. Hier staat bijvoorbeeld wel IHS op, dat is dus de eerste drie letters van Jezus in het Grieks. Of in hoc signo, in dit teken zult je overwinnen. Dat gaat terug op een verschijning aan keizer Constantijn in 313. Maar dat is een ander verhaal. Omdat we het over kazuifels hebben. Dit model is in feite... Dit is 17e eeuw, maar vooral 18e, 19e eeuw is dit vooral gebruikt. Dit noemt men vanwege de snit een vioolkist. Dat is een soort mode geweest in een kazuifel. Dit is nog vrij groot, meestal zijn ze voor oudste klein kazuifels, zo tijd te eten. Mag iedereen die kazuifels maken of gebaseerd op professionele winkels die ze hoe ze moeten kopen? Iedereen mag die zelf maken. Ja, hier heb je toevallig de tijd Slabbing op. Dat is een grote firma, Vlaams-Nederlands denk ik, die nogal wat kazuifels maken. Zelf, de meeste kazuifels die we hebben zijn van eigen ontwerp. Of een paar, 1 cent hebben we in Polen gekocht. Gewoon omdat het gewoon in veel te duur is. Maar je kunt ze dus zelf maken. Maak je ook gebruik van vrijwilligers die dat die maken? Of, we hebben in alle kerken een set kazuifels voor alle kleuren. Allemaal hetzelfde zijn, zodat we ook, als we ze bijeenhalen voor 5 priesters, hetzelfde hebben. Die zijn gemaakt door vrijwilligers hier uit de parochie, genaaid. En het ontwerp daarvan is van Kaplan Pisters. Dat was die Kaplan van 94 tot 96. Geef een pak een jaar, maar in die periode, dus in het begin dat ik geen pistool word. En de stof, is dat overal hetzelfde? Nee, je kunt ze verpakken wat ze willen. Die Nederlandse en Vlaamse firma's hebben zich toch op toegelacht om dan goed materiaal te leveren. Maar ze zijn aan de dure kant. Ja. Dan hebben we nog de misdienaars en de acolyten. Welke kleier dragen die dan? Misdienaars en acolyten, daar zijn in feite ook heel weinig regels voor.
Er zijn een aantal natuurlijk gebruiken ontstaan om, wat die jongens aandoen. Ik laat u even zien. Voor misdenaars zijn er heel veel mogelijkheden. Ze kunnen een alba aan hebben, wie je straks liet kijken. Die kan dan ook bijvoorbeeld wijs of griezig zijn of zo. We hebben hier een oorsprongisch, gewoon het oude systeem, een toog, een rode of een zwarte. Nou, een zwarte is voor adventstijd, vaste tijd, wanneer het paars is in de kerk of bij uitvaarten. Voor alle andere gelegenheden gebruiken we rood. En er wordt dan een, het is toevallig een hele lange, een rochet of een superplie heet dit, overgedragen. We hebben deze in alle maten voor. Want we hebben hele kleine misdaars, maar we trouwen voor meer dan 2 meter. En wij hebben ervoor gekozen om er geen moegen in te doen. Dat is makkelijker voor de jongens om aan te doen. En we hebben allemaal dezelfde rochetten voor, in verschillende maten voor de hele progie. Ik kan nu nog één ding laten kijken wat we nog niet behandeld hebben. Dit is een velum, dat wordt over de schouder gedragen. Ja, uiteraard met andere kleding eronder. Dit wordt gebruikt om de monstrans vast te pakken bij de processie. Dit past, zoals je wel gesnapt hebt, bij dat andere goudkleurige koorkap. Deze bestond in feite alleen in het wit en in het goudkleurige, omdat alleen bij het sacrament gebruikt werd en dat is altijd wit. En hier staat dus een hele mooie pelikaan achterop om te laten zien. Men kan zijn artistieke inzichten of artistieke kunde hierop loslaten. Het pelikaan, velen weten dat niet, is een symbool van Christus. En men geloofde, en dat is dus niet waar, maar men dacht dat als een pelikaan jongen hou, en hij hou geen voor de jongen, dat hij zich in de borst kretste en dat de jongen dus van het bloed dronken wat uit zijn borst komt. Dat wordt hier aan uitgebeeld. En dat zag men dan als een symbool voor Christus. Christus die ook zijn eigen bloed voor de mensen gaf. Dus een symbool, meer is het ook niet. Maar dit is wel heel artistiek verwerkt. Hier. Nou, beste kijkers, ik hoop dat het een beetje duidelijk geworden is wat in de kerk allemaal gebeurt. Ik wil bestuur Achten bedanken voor de informatie. En hopelijk dat we in de toekomst nog eens een keer gebruik van mogen maken.